Yo, kijkers van Diepe Parelut, jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we een iets andere video dan normaal. Want ja, vandaag gaat het over een website die ik persoonlijk niet zou aanraden. En ja, zoals je ziet gaat het om de site bariumbuizen.nl. Waarom raad ik deze site niet aan? Nou, heel makkelijk. Ik heb 31 augustus mijn bestelling geplaatst. En ik had 5 meter quickviews besteld. En zoals je ziet, het is nu 19 september, het is nog steeds niet binnen. Ja, op de website staat 1 tot 3 werkdagen verzending. Nou, een week later, toen ik nog niks binnen had, heb ik contact opgenomen op Facebook. Eerst toen ik een vraag had over het QuickViews, hebben ze wel netjes geantwoord. Daarna heb ik een bericht gestuurd van, hey, hoe zit het met mijn bestelling, want het is nog steeds niet binnen. Kreeg ik geen antwoord meer, ook niet gelezen. Nog een berichtje, ook niet gelezen. Ik heb hier via de site zelfs een mailtje gestuurd. Ook niks van ontvangen. Dus ja, een beetje slechte ervaring met deze site. Zelfs voorheen de jaren heb ik hier ook besteld. Heeft het ook super lang geduurd. Waarom? Geen idee. Maar ja, ik hoor van andere mensen dat die wel betrouwbaar is. Ja, hij zal misschien wel betrouwbaar zijn. Maar ja, de levering is gewoon dikke kak. Ik heb van andere mensen wel gehoord dat zij wel gewoon binnen hebben gekregen. Maar ja, de keer dat ik op deze website heb besteld, heeft het ook zo lang moeten duren. En heb ik er ook achteraan moeten gaan. Zelfs hieronder, even kijken, staat een telefoonnummer. Die doet het zelfs niet, mensen. Dus ik kan je bellen, maar ik krijg geen gehoor. Ja, zoals je ziet, ik heb een paar mailtjes daar naartoe gestuurd. Heb ik ook geen antwoord van gekregen. Dus ja, mijn advies. Ik zou niet op bariumbuizen bestellen, want ja, de levering is gewoon, ja, dikke kak. Ze laten ook niks van zich horen, dat vind ik ook al jammer. Ja, misschien als ze deze video zien wel, maar ja, dan is het eigenlijk triest dat het zo moet. Want ja, gewoon, als je iets bestelt, dan wil je dat het binnenkomt. En niet 3, 4 weken later, terwijl op de website staat 1 tot 3 werkdagen voordat het bij je thuis is. En het is nu al 19 september, dus meer dan 2 weken is er overheen gegaan. En ja, nou raakte mijn geduld wel een beetje op. Dus ja. Bestel nu de bariumbuizen. Is misschien wel betrouwbaar, maar de keer dat ik heb besteld, levering, dikke kak, heeft zo lang geduurd. Ik heb er achteraan moeten gaan. En je ziet het nu weer. Mailtjes beantwoorden ze niet. Telefoonnummer doet het niet. Facebook. Hebben ze gereageerd toen ik nog niet vroeg hoe het met mijn bestelling zat? Toen ik het had gevraagd, hebben ze ook niet meer gereageerd. Dus ja, ik ga nog eventjes ja, proberen contact met ze op te nemen. En dan ja, hoop ik dat ik binnenkrijg of dat ze antwoorden. Maar ja, mijn advies is: ja, ik zou weer niks bestellen, mensen. Misschien dat het bij jullie wel goed komt, maar ik heb het al hier al 3, 4 keer besteld en 4 keer hetzelfde verhaal. Niks binnen en ze laten niks weten over hoe en wat. Dus ja, ik zou zeggen, doe even een blauw duimpje omhoog. Binnenkort komen er weer nieuwe dikke video's aan. Dit was eventjes een kleine ja, tip slash informatie video. Dus ja, als je mij vraagt, ik zou het niet bestellen. Ik zou andere websites zoeken, bijvoorbeeld Pyroshop. Nog wat, ik weet niet meer intuïtief hoe die website heet. Maar ja, deze zou ik dus niet bestellen. Ik zou zeggen, tot de volgende video, mensen.